Mijn naam is Pieter Laurens. Ik kom van de kerk UKGR van Rotterdam, Westerzeven. Ik praat over mijn ziekte. Ik heb prostaatkanker. En ik heb een controle gedaan hoe de kanker is, of hij gespreid is of niet. Of hij alleen gebleven bij de prostaat. Vandaag is hij alleen bij de prostaat gebleven. En ik heb geopereerd in oktober 2010 heb ik geopereerd. En alles was goed tot in 2012. In 2012 heb ik controle gegaan en de dokter heeft me verteld dat die kanker is steeds. En de dokter heeft me gezegd dat ik bestraling moet gaan doen. Ik moet bestraling gaan doen, dat is 37 keer bestraling. En dat was heftig, want de prostaat was vlak bij je darm. En dat is het ergste, want als de bestraling je darm pakt, dat is nog een probleem. Maar goddank is de bestraling goed gegaan, alles is goed gegaan. En het was zo, ik was controle gaan doen en dacht ik me gezegd, ja, de kanker is nog. En ik hoor pastoor praten van de campagne van Israël en ik hoorde getuigen hoe ze praten en ik zeg in mezelf, nee, ik moet ook gaan doen. En 2017 is de campagne gekomen in juli en ik heb op de altaar gegaan. En na juli in oktober heb ik de controle gaan doen en de dokter is verbaasd gebleven toen hij me zei, je bent genezen, alles is goed. En tot vandaag ben ik genezen. Ik ga controle doen en alles is perfect gebleven. Goddank.